We gaan praten over Karel van het Reven. Dat is voor mij een van de veelzijdigste en ja, belangrijkste intellectuelen van het naoorlogse Nederland. Nu verscheen het in het voorjaar een nieuwe biografie, geschreven door Willem Melging, met als titel De Zelfdenker Karel van het Reven 1921-1999. En ik ga daarover praten vanavond met uiteraard de biograaf zelf, Willem Melging, met de schrijfster en columniste Elma Draaier. Ik ga ook praten met Michel Krielaars. Hij is tegenwoordig boekenredacteur bij NRC. En Rusland-correspondent was hij van de krant tussen 2007 en 2012. En verder met, ik ben heel blij dat ze er is, Kitty Herweijer. Zij is journaliste en podcastmaker. Vanaf 1 september gaat zij schrijven. 3 keer in de week heeft ze een column voor het Algemeen Dagblad. Welkom allemaal bij Theodor's Bibliotheek. En ik ga praten eerst met jou, Willem. Heb jij, dat vroeg ik me af, heb jij Karel eigenlijk ooit ontmoet? Nee, helaas niet. Misschien heb ik hem wel eens op straat zien lopen toen ik in Leiden studeerde. Toen ik daar eenmaal werkte, was hij al met pensioen. Maar hij was altijd wel ja, een tastbare persoon in zekere zin. Omdat hij heel vaak op de radio was. Hij kwam ook wel eens op televisie, maar hij was geregeld op de radio. En dan zaten wij toch wel klaar om daarnaar te luisteren met andere interessante mensen. Max Pam kwam daar dan, of Jaap van Heerde, dat soort mensen. Waar was dat? Ja, dat heette iets van wel in gelichte kringen. Oh, daar. Ja. En ik las zijn boeken al sinds middelbare schooltijd. We hadden een hele leuke leraar Nederlands. De beste van Nederland. En die leerde ons lezen. Gerard en later Karel. Ja. Dus, ik ben zolang ik kan nadenken, zeg maar, ben ik er wel mee bezig geweest. Maar was hij nou in de kring waar jij zat, hè? In Leiden en zo, was hij daar nou een onderwerp van gesprek? Praten jullie over? Bij mijn vriendjes wel, maar wij waren allemaal recalcitrant. En omdat iedereen om ons heen besloten had links te zijn en marxist te worden. Ja, daarom. Hadden wij besloten om dat per se niet te doen en meer een romantisch decadente levensstijl erop na te houden. Waar alles wat daarbij hoorde. En daar hoorde dus ook een zeker geharnast anticommunisme bij. En daar konden we bij Karel konden we daar veel van leren. En ik herinner me een schoolreis naar Berlijn en toen waren we in Oost-Berlijn in 1971, dacht ik. En toen was ik ook wel overtuigd van het gelijk van Karel dat het communisme een waardeloos systeem was. Ja. Dus hij paste wel, maar we waren een recalcitante minderheidsgroep, zeg maar. Ja, schrappig. Ik was in precies datzelfde jaar ook, geloof ik, in Berlijn. Weet ik niet zeker. Ik kijk even naar. Maar ik herinner me ook dat, en ik was in Moskou geweest. Oh. Dat bedoel ik, ja. En toen was ik ook in één keer helemaal genezen van het communisme. Ja, dat was je denk ik. Was het wel, trouwens. Maar één dag was genoeg. Ja. Jij schrijft in het begin van je boek dat je eigenlijk met nadruk een politieke biografie wilde schrijven. Maar wat bedoel je daar dan mee? Nou ja, dat heeft twee redenen. De eerste plaats is eigenlijk dat Karel, behalve een jaar in New York en een jaar in Moskou, eigenlijk niks mee heeft gemaakt in zijn leven. Hij trouwt met een meisje van school en daar blijft hij bij tot hij doodgaat. Hij heeft niet heel enerverende relaties of iets dergelijks. En ik vind bij Karel, hij is een politiek auteur. Dus dan is het ook zinvol, tenzij je een boek van 2000 bladzijden gaat schrijven, maar is het ook zinvol om je te concentreren op de politieke boodschap in zijn werk. En die politieke boodschap is verwant aan zijn opvattingen over wetenschap, opvattingen over kunst. Ja. Jij noemde het afgelopen week een ironische zoektocht naar waarheid en schoonheid. Ja. Toen was ik erg jaloers. Ik dacht, ik wou dat ik het verzonnen had. Maar, dat dekt de lading heel goed. Hij is grappig, hij is ironisch, maar het is tegelijkertijd bittere ernst, want het gaat over hele belangrijke dingen. Kernwaarden zoals vrijheid van meningsuiting, antitotalitarisme, absolute vrijheid van denken en vooral ook bevrijd blijven van allerlei ideologieën of godsdiensten.
Hoe ontstond eigenlijk het idee bij jou om een biografie erover te schrijven? Want ik bedoel, er was er al één geschreven. Ja, er was er één, maar die is er nog steeds, maar die is wel vrij slecht. Ik zal verder niet in details treden, maar die is gewoon niet zo goed. Dank je. En bovendien houdt hij eigenlijk... Nee. Dat is... Ja, komt nog. Ja. Want onze gastheer heeft er ook één geschreven. Die is wel leuk. Maar anders had je hier niet gezeten. Nee, maar die houdt ook eigenlijk op. Niet die jouwe, maar die andere, die hele dikke. Die houdt eigenlijk op wanneer het interessant begint te worden. Namelijk wanneer Karel begint te schrijven. Ja. En dan zegt de biograaf, ja, dat zijn allemaal zulke stellige meningen. Daar kan ik eigenlijk niks mee. En dat is natuurlijk onzin, want het draait om die stellige meningen. Ja. En daarom concentreer ik me daarop. Maar ik heb wel die dingen uit zijn leven gehaald die weer voor zijn politieke ontwikkeling van belang zijn. Ja. Ja. Als je schrijft over, ik zeg maar wat, Renate Rubenstein, daar zou ook eens iemand een boek over kunnen schrijven. Als je dan moet je ook over haar relaties en de liefde schrijven, want daar schrijft ze zelf heel veel over. Ja. Maar bij Karel is dat niet zo relevant, maar wat hij in politieke zin heeft meegemaakt in zijn jeugd, hè, communistisch gezin, zijn confrontaties met de Sovjet-Unie, 48 gaat hij daarheen, jaren 50, jaren 60, en dan woont hij een jaar in Moskou, dat is wel relevant. Maar vond je dat toch niet... Vond je het toch niet interessant bij die hele dikke biografie dat geschreven was door iemand die eigenlijk ook communist was geweest? Ja. Ik zal zijn naam maar noemen, dat was Ger Verrips. Ja, Ger Verrips. Ja, die verder ook heeft een hele aardige geschiedenis van de CPN geschreven. Precies. Maar aan Karel heeft hij zich gewoon op een of andere manier vertild. En hij blijft ook heel erg lang hangen. In die beschrijving van die communistische jeugd. En die is best lollig. En daar weten we door Gerard weten we daar ook dingen van. Ja. Maar er is veel meer. En het bijzondere van Karel is eigenlijk dat hij een totale laatbloeier is. Ik heb ooit uitgerekend dat hij van de 7 delen verzameld werk heeft hij er 6 na zijn 40ste geschreven. Ja. Nou, dat, en hij is helemaal niet zo oud geworden. Dus dat is een enorme productie op latere leeftijd, waarin hij eigenlijk zijn hele weerdegang, zijn hele ontwikkeling, zijn bildung meeneemt. En dan eigenlijk explosieve creativiteit alsmaar doorschrijft. Ja, we komen daar nog op. Het is wel zo, je zegt laat bloeien, maar dan bedoel je echt met het nadruk op het bloeien. Want hij schreef al als Kareltje Beton al in zijn vroege jeugd. Ja, zijn eerste, die heb jij ooit ontdekt. Samen met Kees Aerts moet ik eerlijk zeggen. Maar zijn eerste producten zijn, die zijn heel leuk, verslagen van een communistisch jeugdkamp. Ja. In de oorlog oefent hij zichzelf in het schrijven. Al die manuscripten die staan bijna allemaal in deel 1 van het verzameld werk. Maar dan is hij nog niet echt een essayist, wat hij later wordt. En dan zie je dat hij eind jaren 50, dan begint hij wat vrijer te schrijven vanaf 1957. En dan zegt iemand tegen hem, K.O. Pol van NRC Handelsblad en toen van Hollands Weekblad heette het nog. Die zegt, joh, je moet ook eens hier over iets anders schrijven dan Rusland. Ja. En dat doet hij dan. En dat blijkt een enorm succes te zijn. En dan zie je vanaf 1960 hoe hij zich ontwikkelt van een leuk schrijvende slavist tot een hele brede publieke intellectueel. Zo noem ik hem ook. En die over alles een mening heeft. Maar dat baseert hij op zijn gezag, wat hij heeft opgebouwd als slavist en Ruslandkenner. Voordat ik naar de andere ga, maar gewoon, wat was nou de moeilijkste periode om te beschrijven? Wow. Nou, de periode niet zozeer het moeilijkste onderwerp was voor mij de evolutietheorie. Ja. Want daar weet ik geen zak van.
En daar heb ik mij uitgebreid, Karel ook niet, en daar heb ik mij uitgebreid over laten voorlichten. En het aardige is, ik voelde intuïtief dat Karel gelijk had. Ja. En gelukkig heb ik een aantal zeer deskundigen, Thijs Goldschmidt onder andere. Die noem je ook in je boek. Ja, dat is echt een echt gediplomeerde evolutiebioloog. Ja. En die zei, ja, Karel had gewoon goede intuïtie. Hij keert zich ook niet tegen Darwin, dat vindt hij echt onzin. Ja. Darwin bestaat gewoon overeind. Maar hij keert zich eigenlijk tegen de wat slappe manier waarop de evolutietheorie wordt uitgelegd. Allemaal predestinatie en dan eindigt dat in de mens. Terwijl Karel zegt, ja, het hangt van de toevalligheden aan elkaar. Ja. En dat vond ik om te schrijven het moeilijkste. En het leukste was misschien het minst onbetekende het jaar in New York, wat gewoon een gezellig jaar was. Ja, zit hij in Spanish Harlem en eet de hele dag pindakaas en luistert naar de Jiddische radio en tikt aan zijn artikelen en vertalingen. Ja, dus ik heb me geen moment verveeld in ieder geval. Nee, dat begrijp ik. Nee, ik vond van die evolutie theorie wel interessant, dat hij heeft dus wat jij zegt, intuïtief voelde hij wel aan dat het goed was. Maar hij krijgt daardoor ruzie met Dick Heledius en Maarten het Hart. Ja. Die hetzelfde verwijt hebben van, Karel van het Reven, je hebt je niet goed gedocumenteerd, je hebt je niet goed geïnformeerd. Ja, en dat het leuke is, en toen had ik echt zo, dat is zo'n Eureka-moment. Toen zag ik een ingezonden brief in de NRC van een zeer geleerde man uit Wageningen. Stam. En meneer Stam, ja. En helaas overleden te jong, anders had ik hem kunnen raadplegen. En die zegt, die het Hart en Heledius moeten zich schamen, die moeten hun vakliteratuur beter bezighouden, bijhouden. Want inmiddels weten wij dat toeval en allerlei rare sprongen en breuken in die evolutie net zo'n grote rol spelen als dat hele gestage ontwikkeling. Ja. Selectie is belangrijk, maar toeval speelt ook een rol. Ja. Ik vind het zo grappig dat je hebt je boek De Zelfdenker genoemd. En dan kan ik dat zeg ik omdat je dat te danken hebt aan Elma. Leuk overgang. Ja, leuk. Elma, jij hebt die titel bedacht, zal ik maar zeggen. De Zelfdenker. Ja, dat wist ik niet. Dat hoorde ik later. Dat heb je later gehoord. Bedacht, heb jij Karel wel ontmoet? Ja, zeker. Ik heb... ik heb in de redactie van het Verzameld Werk gezeten. Ja. En toen we daar al jaren bezig waren met ons drieën, dus onder hoofdredacteurschap van Lieneke Frerichs en met Nob Maas, de beroemde biograaf van Gerard. De broer van Gerard. Toen we daar al heel lang mee bezig waren, toen bladerde ik op een zeker moment terug in mijn dagboek. En toen vond ik een citaat uit 1975. Heel lang geleden, dat was ik geloof ik 17. En toen was er een Oost-Europa-avond geweest op mijn middelbare school in Hilversum. En toen schreef ik, het was een ontzettende droogkloot, die K van het Reven. Die de vragen erg goed beantwoordde. Ik heb ontzettend veel geleerd van deze avond. Nou goed, en dat er weinig mensen van school waren en dat we daarna nog naar het café gingen. Dus ik heb ooit onder zijn gehoor gezeten. Maar eigenlijk interessanter is dat ik hem ooit heb geïnterviewd voor een verhaal in Vrij Nederland waar ik toen werkte. En ik heb dus meegemaakt wat alle interviewers met hem hebben meegemaakt. Ja. Namelijk dat Josien, zijn vrouw, halverwege het gesprek binnenkwam en zei, zeg, wordt het nu niet eens tijd? Ja. En elke interviewer heeft dat beschreven. Ook meegemaakt, jij ook waarschijnlijk. Jij heeft dat beschreven. Halverwege komt mevrouw van het Reven binnen en zegt, wordt het niet eens tijd? Nou, dat heb ik ook meegemaakt. Maar ik herinner me dat dat een ontzettend leuk gesprek was. Toen was hij ook nog... En met zijn werk? Wat was jouw eerste herinnering aan zijn werk? Ja, mijn eerste herinnering aan zijn werk was... Hij is van 78 geweest. Ik studeerde inmiddels Nederlands. En ik had tot over mijn oren gezeten in de literatuurwetenschap. Ik was inmiddels derdejaars en toen verscheen het beruchte pamflet Het Raadsel der Onleesbaarheid. Ja. Zijn Huizinga-lezing die hij in 75 heeft uitgesproken. Wat zeg ik nou? Ja, 75. Nee. Ja, 75. Ja. Ik kijk even naar Willem. Ja. Over de literatuurwetenschap, waarin hij echt het met de grond gelijk maakt. En het was voor mij een openbaring. Want hij zei precies wat ik. Dat vond, we allemaal het diep in mijn hart. Wat diep iedereen vond. Namelijk de kleren van de keizer. Ja. Wat je allemaal het is geen wetenschap, leren, het is echt onzin.
Maatje, en sindsdien idioot. Was ik fan, was ik echt groot fan. Ja. Dus toen op een dag ik een telefoontje kreeg of ik dat in dat verzameld werk in die redactie wilde zitten, hoefde ik echt, ik heb er geen seconde over nagedacht. Ja, natuurlijk. Wil ik. Herinner jij je nog hoe dat op de universiteit viel? Want jij studeerde Nederlands. Hoe viel dat op de universiteit, dat raadsel daarom? 78 was het. Ja, ja. Ah, 78. Ik was de, ja. Heel slecht. Ja, ik herinner me, want Elroet Ibs, dat was een van de aangevallenen in die lezing. Nou, die had er geen goed woord voor over. Eigenlijk hetzelfde als die biologen reageerden. Hij heeft er geen verstand van. Hij kletst uit zijn nek, heeft zich niet goed ingelezen, snapt de literatuur niet. Dat was het verweer voortdurend, hè? Want hij weet niet waar hij het over heeft. En daar reageerde hij altijd erg laconiek op. En hij heeft toen een keer een briljant stuk geschreven over de reacties op deze beroep. De Huizinga-lezing. En dat had ook de briljante titel Wat waren zij kwaad? Ja. Briljanter kan niet, toch? Ja, wat waren ze? Ze waren ook enorm kwaad. Waren ontzettend kwaad. Ja. Wekenlang in mijn herinnering heeft NRC Handelsblad toen volgestaan met woedende brieven en stukken. En niemand die het voor me opnam ook. Dat was echt, en polemieken in andere bladen nog. Ja. En literatuur, tijd. Er is zo'n boekje geschreven van Gomperts. Ja, die heeft er een heel boek over. Ja, die heeft er een boek over geschreven. Ja, dat vond Karel wel griezelig. Ja. Ik vind het wel leuk als ze over schrijven, maar een hele boek vind ik wel een beetje griezelig. Ja. Ik vond het altijd wonderlijk dat Gomperts dat gedaan heeft. Want eigenlijk was hij zo iemand die Karel aanviel. En dat heeft het toch voor Karel opgenomen. Ja, ik het last, vond ik dat. En hij zegt dat het hem aanspoorde om weer eens na te denken over zijn eigen vak. Ja, precies. Karel komt alleen in het begin en aan het einde van het boek voor. En het middenstuk is Gomperiaanse denken. Ja. Maar er zijn meer studenten Nederlands die deze bevrijding hadden. Sylvia Witteman heeft ook een keer een column geschreven waarin ze... Er viel echt iets van dat idee. Ja, dat was ook geweldig. Ik weet dat het een enorme indruk maakte. Ik vind het nog steeds een ontzettend sterk betoog, als ik het zo teruglees. Echt geweldig betoog, ja. Het is geen spel tussen te krijgen. Ik zit nou weer ver over de tijd heen, zie ik. Dus ik moet even opschieten. Is Karel op het ogenblik eigenlijk nog populair, vind jij? Heb je dat gemerkt aan de... Geen idee. Ik kijk wel eens wat boeken doen op boekwinkeltjes. Ja. En zijn iets duurder geworden sinds mijn boek is verschenen. Goed zo. En het verzameld werk houdt iedereen volgens mij nu weer gewoon onder zich. Maar ik weet niet of het onder jongeren wordt gelezen. Ik gaf het gaan we vragen. Ja, ik gaf het vroeger als docent altijd cadeau aan degene met het beste werkstuk. Maar zo van, dan kun je echt leren schrijven. Ja. Maar, Kitty en ik zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Ik ben alleen iets ouder. Je weet van wie die is? Die is van Gerard. Lieve jongen, jij en ik zijn van dezelfde leeftijd. Alleen ik ben ietsje ouder. Lees jij Karel nog met genoegen? Ja, zeker. Ik ben natuurlijk zelf ook columnist. Ja. Ik ben niet bewust op zoek gegaan naar inspiratie, maar op het moment dat ik hem las, ik moet zeggen, ik ben eerst begonnen met Gerard Reven en toen heb ik een zomer al zijn boeken gelezen, of bijna al zijn boeken. En toen zeiden al snel mensen tegen me, ja, maar je moet eigenlijk Karel lezen, die is veel beter. En ik ben er opgekomen uiteindelijk door Elma. Die drong het aan. Drong het op. Die zei, dit moet je lezen. Echt waar? Echt waar? Hoe deed ze dat? Daar ben ik wel nieuwsgierig. Ik heb ooit een cursus gevolgd bij Elma. Ja. Een paar jaar geleden. En toen zei ze, Karel is een hele goede inspiratie. Ja. Ja. Eigenlijk hetzelfde motto als jij hebt. Als je wil leren schrijven, moet je Karel lezen. Ja, absoluut. Ja. Ja, en zeker qua schrijfstijl. Dus hij heeft een hele heldere stijl. Er staat geen woord te veel. Dus dat is al heel iets wat denk ik heel bewonderenswaardig is. En ik vind hem qua denker vooral heel, heel boeiend. Omdat hij... Ja, waar ik zelf ook niet erg van hou, is als mensen op een heel modieuze manier denken en schrijven. En hij is iemand die dat totaal niet deed. Ja. En dat is, nu heb ik ook wel eens altijd, als ik dingen lees waarin heel veel bepaalde woorden voorkomen, waarin eigenlijk niemand, bijvoorbeeld polarisatie, dat is echt een heel typisch woord waar iedereen nu columns over schrijft, of kapitalisme. Het zijn allemaal hele grote termen.
die eigenlijk nooit helemaal worden gedefinieerd. En met zoiets als polarisatie is al per definitie polarisatie is slecht. En daar worden heel veel dingen over geschreven. En dan moet ik denken, dan als ik hem lees, denk ik, oh ja, hij zou echt korte metten maken ook met dat soort modetermen. Ja. Waar iedereen dan van die modedebatjes en modeaannames eigenlijk. Wat is volgens jou dan een goede column? Is dat dit, als je dat... Ja, zeker. En het is natuurlijk... sommige dingen zijn natuurlijk wel gedateerd als je het nu leest. Ook omdat het op het nieuws is. Of dan heeft het over een Bram op tv. En dan heb ik... En dat is een minister, maar ik weet dan niet wie dat is. Maar er zijn ook heel veel dingen die echt totaal niet gedateerd zijn. En er zitten ook genoeg dingen tussen waarvan je denkt... Oh, deze redenatie wordt nog steeds gebruikt. En die haalt hij helemaal onderuit. Ja. Mooi is dat. Heb je iets geleerd? Kijk, je werkte voor de Telegraaf, je gaat voor het Algemeen Dagblad werken. Ja. Heb je iets geleerd van de stijl van Karel? Of misschien wel heb je dat geleerd van Elma? Ja. Ik heb heel veel geleerd van Elma. ik denk wel... ik was zelf wel eens geneigd om vrij lange zinnen te maken. En vooral de columns die hij heeft geschreven voor de Wereldomroep... die zijn vrij korte zinnen, omdat hij die natuurlijk moest voorlezen. Ik denk die stijl spreekt heel erg aan. En het hoeft gewoon allemaal niet, je hoeft het niet moeilijk te maken. Ja. Dat vind ik gewoon. En hij was ook iemand die, qua academisch schrijfwerk, ook heel erg de nadruk erop legde dat dat leesbaar moest zijn. En dat was altijd een van de grootste ergernissen toen ik studeerde, dat heel veel van die papers gewoon zo slecht geschreven zijn. Met heel veel hoogdravende woorden erin die eigenlijk overbodig zijn. Dus ik denk dat een heldere manier van schrijven, dat eigenlijk zo'n basis is. Heb je het boek bij je? Heb je daar een voorbeeld van? Yes, dat heb ik. Dit gaat over Abram de Zwaan, die ik wel ken. Hij is nog onder de leven. Hij is nog onder ons. In zijn brochure Kwaliteit is klasse. De sociale wording en werking van het culturele smaakverschil verdeelt Abram de Zwaan de mensheid in twee groepen. Namelijk in mensen van wat ik hierna gemakshalve zou noemen groep A en mensen van groep B. Groep A leest Harry Mulisch, bezoekt in Amsterdam het Stedelijk Museum, luistert naar Peter Schat, kijkt naar het toneelstuk Baal in Carré en is geabonneerd op NRC Handelsblad. De mensen van groep B daarentegen hebben Rien Poortvliet en Anton Pieck aan de muur, luisteren naar popmuziek en lezen de Boeketreeks en kopen de Telegraaf. Gaat hij verder? Ik sla even een klein stukje over. Ja. Nu bezocht de moeder van onze kroonprins onlangs het Amsterdamse Muziektheater, waar de opera Ithaca werd gegeven. Vragen wij ons af waarom de koningin bij de uitvoering van die opera aanwezig was, dan luidt het antwoord omdat zij tot groep A behoort. Of althans, wordt geacht te behoren. Tot de groep van hen die vinden dat die opera in zichzelf een betekenis heeft. Niet omdat zij aardigheid had in die opera. Niet omdat zij het leuk vond die opera te bekijken en te beluisteren. Niet omdat zij die opera mooi vond. Er was denk ik niemand in de zaal die het mooi vond. Als er zo iemand in de zaal zat, heeft hij op meesterlijke wijze zijn gevoelens verborgen gehouden. Die sociale dwang is bij groep A heel belangrijk en gaat zo ver dat vertegenwoordigers van die groep soms niet eens meer durven te zeggen dat zij iets mooi vinden. Het is alweer een tijd geleden dat er twee kandidaten waren voor het directeurschap van het Amsterdamse Stedelijk Museum. Beide heren verschenen op de buis. En allebei werden ze onder meer vertoond in gezelschap van een schilderij dat door hen werd aangeprezen. Het was, als ik me goed herinner, in beide gevallen een doek dat naar de toenmalige mode egaal grijs of blauw gemaakt was. En wat mij trof was dat beide heren vermeden dat schilderij mooi te noemen. Om hun waardering uit te spreken gebruikten ze allebei het modewoord spannend. Terwijl de directeur van het Anton Pieck Museum, als er zo'n museum bestond, geen ogenblik zou aarzelen om die pseudo-middeleeuwse Duitse stadsgezichten van Pieck mooi, prachtig, schitterend te noemen. Ja. Tot zover. Ja? Helaas. Ja. Wat mij betreft mag je het hele boek komen voorlezen bij me thuis. Het is een aanrader. Geweldig. Maar ik wil, is hij echt ook een voorbeeld voor jou?
Ja, ik denk qua houding, dus de manier hoe hij denkt, dus die zuivere manier van denken, dat zelfdenken, ik denk dat is echt, dat moet je inspiratie zijn als je schrijft. Als een politieke engagement? Ik was dat marathoninterview aan het luisteren en dan, toen zei hij dat hij over, het is een marathoninterview van 5 uur met hem. Ja. Dat is een podcast, kan je luisteren op Spotify met Martin van Amerongen. Daar beschrijft hij dat hij uiteindelijk uitkwam bij de VVD. Ja, ja. Maar er nooit op stemde. Nee, maar dat was provocerend bedoeld, maar denk ik. Maar ik vond het heel grappig om te merken dat dan in die tijd, dat het echt zo, want Martin van Amerongen schikt dan helemaal dat hij op de VVD zou stemmen. Ja, dat je echt denkt, oké, ja, dat is het echt maar de zin van Karel is altijd... Dit is de laatste keer. Ja, dit is de laatste keer, Joop. toen Joop al lang overleden was. Dit is de laatste keer, Joop. En dan stemde hij toch maar weer op de socies die zijn moeder zo gehaat had, schrijven. Ja. Om letterlijk te citeren. Ik vraag dat, Michel, jij schreef deze week een column over die ontmoetingen met Karel die jij hebt gehad. Want jullie zaten in het slavistendispuut Beseda. Wat betekent het? Wat betekent het staat altijd ik geloof dat het dispuut is altijd een afkorting. Hè? Dus ja. Het heet Beseda, dat is dus voor gesprek. En dat zou dan hebben geslaan op degene die het hebben opgericht. En dat was Becker, dat was de leermeester van het Reven en Bezemer. Ebeling, ook een van de leerlingen van Becker. Schot, de maîtresse van Becker. En de andere. Ja. En jij hebt in je boek, jij hebt ook nog een andere verklaring ervoor. Ja. Ja. Nou ja, en ik werd in 1992 toegelaten, ik geloof als laatste lid. Dus dat was niet daar. Dat was in de burgemeesterscommissie. Nee, dat... Kom we straks. Oh, nou, dit gezelschap kwam zo 1-10 keer per jaar kwam het bijeen. En er zaten allemaal professoren bij elkaar en wat doktoren en een paar doctoranders. En ik was dan de jongste doctoranders. En dan hield er iemand een lezing. En dan was het toch ook een beetje een soort ouderlingenbijeenkomst, want dat was altijd heel erg plechtig. En als iemand dan een foutje maakte, werd je dan toch terecht geweest. Dus ik als de Benjamin van het gezelschap was altijd als de dood. Als ik aan de beurt was, ineens in de zoveel tijd, moest je natuurlijk eraan geloven. En Van het Reven was toen al ziek en hij zei heel erg weinig. Ik ken hem al via zijn dochter en schoonzoon. Ik heb van zijn schoonzoon Hans Driessen Russisch geleerd. Ja. En ik ken hem van verjaardagen. En dat was dan altijd de vader van Josien en David. Zo kende ik hem dan. Ja. He, in een trui, een beetje stilletjes. Maar in Beseda was hij dan vaak stil, ook door die ziekte van Parkinson. En af en toe kwam er dan een geweldige uitsmijter uit. En dat was ontzettend leuk. Ja. En een heel enkele keer dan zat ik naast hem. We hadden ook een buitendag in Groet, waar hij een buitenhuis had. Of bij Marius Broekmeijer ergens hier. Dan maakte hij altijd een wandelingetje. En dan was hij eigenlijk het meest helder. En dan kon je altijd, als je dan een beetje vroeg over Amsterdam. En ik kom ook uit Amsterdam. Dan hadden we altijd wel wat gemeen. En dat was heel erg leuk. Ik schrijf ook in mijn column dat we het als het over poep en pies ging, dan vonden we elkaar vooral. Ja. Ja, dat was toch een favoriet onderwerp van hem. Want hij was in Moskou op een gegeven moment. Ik weet niet, ken jij het verhaal van hem? Het staat in die nieuwe bloemlezing. Staat in David grote van het Reven heeft gemaakt. Het is een geweldig verhaal dat hij bij Amalric is wezen eten. En hij moest daarna nog naar een andere receptie. En die vrouw van Amalric, dat was een Tataars en die kookte heel pittig. En hij kreeg een enorme buikloop. En hij kon het niet meer inhouden. Dus hij moest naar die andere correspondent, naar die receptie. En hij dacht, ik ga dat niet meer redden. Daar is een wc. En je kon natuurlijk nergens naar binnen in die tijd. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Er waren geen openbare wc's. Er waren geen cafés waar je naar binnen kon. Een enkel buitenlanders restaurant bij een hotel waar je dan in een ellenlange rij stond. Dus hij probeert de weg naar huis te vinden. Dat lukte hem dan. Men heeft dus een hele broek en schoenen ondergepoept. En gelukkig gaan zijn vrouw en dochter, die er dan ook is, die gaan dan weg. En het houdt dan door de redactie ingekort, zo eindigt het dan. Maar het is opgedragen aan Maarten Biesheuvel. Ja, ja, ja. En het is gewoon een Biesheuvel-verhaal. En dan vroeg dan af, wie zou nou wie beïnvloed hebben? Maar hij beheerst die kunst van Biesheuvel op een briljante manier. Hij is eigenlijk beter dan Biesheuvel. Dus eigenlijk heeft Biesheuvel het waarschijnlijk van hem afgekeken. Ja, ja. Daarom het is een geweldig verhaal. Ja. Ja, ik was heel blij dat ik het weer las. Ja, het was echt ontzettend leuk. Nu was jij dus, wat je er zelf al zei, correspondent in Moskou van 2007 tot 2012. Karel heeft in de jaren 50 en 60 de Sovjet-Unie bezocht. En toen in 67 en 68 was hij de correspondent in Moskou. Waarin verschillen die periodes
in Moskou van jou en Karel? Wat was het verschil? Nou, ja, het is nu weer over begin. Kijk, ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze helemaal niet zo veel van elkaar verschilden. Want hij zat in de periode van de dooi van Khrushchev. Khrushchev die was in 1964 afgezet. En onder Brezhnev werden de teugels weer wat strakker aangetrokken. Nou, hij maakte dat mee. Hij zat bij de processen tegen dissidenten, schrijvers en intellectuelen. Hij deed daar verslag van. Hij heeft dat beroemde artikel over gedachten over vooruitgang. Vrijheid van intellectuele vrijheid. En nog iets heeft hij naar het Westen gesmokkeld. Zonder hem hadden we niet geweten wie... Je bedoelt van Sacharov? Van Sacharov. Ja. Dat is aan hem te danken. Precies. Dat en hij heeft het ook internationaal staat het vast. Ja. Engels-Amerikaanse. Hij heeft samengespeeld met de Amerikaanse pers. Wordt hij altijd genoemd. Ja. En hij is een beroemdheid. Sacharov was een atoomgeleerde en die schreef over de vrijheden die Rusland eigenlijk zou moeten hebben. Ja. En dat mocht helemaal niet. Dat was eigenlijk een dissident. En het was zijn pakkie aan natuurlijk, want het ging over precies. Menselijk fatsoen. Het ging over het, exact. Het ging over het, toen heeft Karel ervoor gezorgd dat... op een hele slimme manier, je merkt wel dat Karel ook enorm hield van detectives en thrillers, dat die heeft de violiste, hoe heette ze nou? Emmy Verheij. In haar vioolkist heeft hij toen de papers van Sacharov... Zij wist niet, gelukkig niet wat erin zat, anders was ze doodzenuwachtig. Hij was ook wel doodzenuwachtig. Hij was bang als ze betrapt zou worden, dat zij het gevangen zou gaan. Ja. Maar terug naar jouw vraag... die periodes leken eigenlijk op elkaar. Ja. Want vanaf 2005 begon ook Poetin die teugels weer een beetje aan te trekken. Ja. En er kwam weer een beetje zo'n Brezhnev-tijd, zoals mijn Moskouse vrienden altijd zeiden. En het waren eigenlijk vergelijkbare types als degene met wie Karel omging. Dat waren een beetje die liberale, vaak Joodse intellectuelen. Die natuurlijk van wie een deel van de familie al naar Israël of Amerika was geëmigreerd. En die heel erg kritisch over dat regime waren. Ja. En ik heb ook altijd, ik ben in de Russische geschiedenis beland. Vanwege Karel's stukken in NRC daardoor. En vanwege al die andere stukken die ik tijdens mijn studietijd ben gaan lezen. En ik vond eigenlijk altijd dat hij gelijk had. En ik had het er best moeilijk mee als correspondent. Want ik werd door iemand die later heel bekend werd op televisie, mede-correspondent, op een gegeven moment een NAVO-fossiel genoemd. En Derek Sauer, een NAVO-fossiel. Ja. Omdat ik de vergelijkingen trok tussen het Rusland van Poetin en de Sovjet-Unie van Brezhnev. En Derek Sauer, nu een beroemd verzetstrijder, die was toch ook altijd heel druk bezig om te vertellen dat ik niet zo kritisch over Rusland moest schrijven. Want er gebeurde toch van alles in dat Moskou. Ja, Moskou was alles geweldig, maar 80 kilometer buiten Moskou was er toch nog echt het Rusland van de tsaren. Ja, Karel haatte die fellow travelers, zou je kunnen zeggen. Had hij echt een enorme hekel aan. Want daar had hij natuurlijk veel meegemaakt. Zijn thema's van Karel waren ook de staatspropaganda destijds door Stalin en in jouw tijd door Jeltsin en Poetin. Eigenlijk is dat toen van aard veranderd, die staatspropaganda. Nou, kijk, onder Jeltsin, dat is een geval apart. Ja. En er was natuurlijk een aanzet tot democratie en die moest uiteindelijk toch de hulp van de oligarchen inroepen om de communisten niet aan een verkiezingsoverwinning te helpen. Die heeft zijn best gedaan en dacht natuurlijk ook nog als een rode mens. Maar onder Poetin zag je toch wel heel duidelijk dat die propaganda van Stalin weer terugkomt. Er is vorige week een nieuw lesboek voor geschiedenisdocenten verschenen met 60 pagina's gewijd aan Stalin, waarin Stalin echt als een toffe peer wordt neergezet. En dat alles wat Stalin heeft gedaan goed was. Die ontwikkeling begon in 2005. En die ontwikkeling begon toen er in Rusland allemaal documentaires verschenen over het neerslaan van de Praagse Lente in 1968, waarvan het Reven ook mee begonnen is. Want hij neemt het op voor Russische intellectuelen die protesteren tegen de onderdrukking van de Praagse Lente. Dat begon al in 2005. En heel weinig mensen hebben dat opgemerkt. Het begon in het historisch debat. Ja. En je zag toen wat er ging gebeuren. Langzaam werd Stalin terug. Want Stalin is namelijk de enige in dat immense land waar iedereen het niet met elkaar kan vinden, bij wijze van spreken. Het enige verenigende middel wat er bestaat. Ja, de overwinning in de Tweede Wereldoorlog op de fascisten. Vandaar dat Poetin het ook voortdurend heeft over de fascisten in Kiev. Ja. Ja, een groot deel van die fascisten bestaat uit Joden. Dus wat dat betreft zitten ze een beetje in een moeilijk pakket. Ja, precies. Je hebt recent die column ook geschreven over Poetins Rusland is een barbaars land, schreef je. Waarin je Poetins Rusland vergelijkt met Hitlers Duitsland.
Waar zitten nog meer die overeenkomsten in? Want ik vind dat soms moeilijk om ja, het is, die vergelijking... Het is natuurlijk dat je soms een beetje moet uithalen. Hè? Kijk, er is één verschil met Hitler-Duitsland. In Hitler-Duitsland stond de bevolking te juichen voor de leider. Dat is in Rusland niet het geval. Nee, en er zijn wel, ik denk dat er 60% is die achter die oorlog staat... en die Poetin ongetwijfeld zegt te zullen steunen. Maar in een dictatuur, als er wordt gevraagd wat vindt u van de president... Ja, dan zou ik denk ik ook zeggen, ja, hij zorgt goed voor ons. Die jongere generatie in Rusland, zeker in Petersburg en Moskou, weet dat de waarheid elders ligt. Alleen iedereen houdt zijn mond. Ja. En ja, dat verschil is er wel degelijk. Maar je ziet één leider, door middel van geweld wil men de macht behouden. Dat zie je, deze hele oorlog heeft vooralsnog weinig met echt imperialisme, met een herstel van de Sovjet-Unie te maken. Dit gaat gewoon over een kleine maffiagroepering in het Kremlin die aan de macht wil blijven. En die macht nooit wil delen, wil overdragen op zijn kinderen en kleinkinderen. En dat is het. Ja. En Poetin is de rijkste man ter wereld met een vermogen van, denk ik, nu $300 miljard. En de mensen om hem heen hebben ook honderden miljarden. Het verdient binnenkort een gemiddelde voetballer ook. Dus, je schreef in die column dat je eigenlijk ook weer twee stukken las van Karel in dat dikke boek wat onlangs verschenen is. Wat geloof David, de zoon van Karel van Dreven, heeft samengesteld. De stukken van Karel over Jacques Presser en Amalric. Over Amalric heb je het al min of meer gehad, maar waarom die twee stukken? Want waarom vond je die zo mooi? Ik vind ze ook erg mooi, maar waarom vond jij ze zo mooi? Ik denk altijd dat Presser, geschiedenisleraar van Karel op het Vossius Gymnasium, van heden beslissende invloed op zijn denken is geweest. Op zijn leesgedrag in ieder geval. Die Presser was een hele moderne leraar die gewoon bevriend raakte met zijn leerlingen. Ja. En gewoon zijn eigen gedachten en emoties deelde. Ook aan de hand van de boeken die hij schreef. En die Presser heeft een geweldige Napoleon-biografie geschreven die je zo kunt toepassen op Poetin en zijn kameraden. Wacht, wie? Napoleon. Napoleon, ja. Ook ja, een grote corrupte bende. Nou ja. Dat was een hele goede vriend van hem. En je ziet in het knappe aan hem... Even een slok water. Ja, natuurlijk. Om de tranen te bedwingen. Het knappe is dat hij op een hele nuchtere manier die Presser neerzet. Die een beetje een klein burgerlijke man was uit een benepen Joods gezinnetje uit de Transvaalbuurt. Die zich echt de openbare handelsschool, staatsexamen, studie aan de universiteit, promotie, hoogleraar. Hij vond zichzelf ook geweldig dat hij dat had. En Reven schrijft met een mededogen en ook met een begrip. Ja. En daar zit een geweldige schoonheid in. Maar wel altijd Marxist gebleven. Hè? Altijd Marxist gebleven. En dat neemt hij hem ergens kwalijk. Want Presser gaat ook na de oorlog een paar keer naar Rusland op bezoek. En is ook bevriend met een van die grote tegenstanders van Reven. Professor Wertheim, een socioloog. Ja. Echt een enorme fellow traveler. Maar hij blijft toch die vriendschap trouwen. En dat vind ik heel erg mooi. En hetzelfde heb je met Amalric. Karel zegt er ook even. Hij was Marxist, hij bleef gelovig eigenlijk tot het einde. Maar gelukkig vond je dat in zijn boeken nooit terug. Dat was meer iets wat hij binnenkamers en in de gesprekken naar buiten bracht. Maar juist zijn boeken zijn zo leuk, zei en zoals Karel op omdat dat helemaal niet in voorkomt. Nee, maar dat is hetzelfde voor Karel, Joop den Uyl. En voor Presser was dat een beetje dat die vroege sociaaldemocratie. En Amalric was volgens mij, hij had zijn beste vriend David Koker, Joodse jongen, vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Had er omgekomen bij een dodenmars naar Auschwitz gestuurd. Dat was zijn beste vriend, met wie hij op het Vossius zat. En hij heeft zijn zoon naar die David Koker vernoemd. En Amalric was ook, het was het verzet. Hè? Ja. Wat hij niet voor David Koker kon doen, dat deed hij in de Sovjet-Unie voor die Amalric. En dat was een onmogelijke man, heb ik altijd begrepen. Dat schrijft hij ook een paar keer. Ja. En toch had hij ook voor die Amalric, omdat hij enorme moed had, burgermoed, om zich tegen die machinerie is van die partij te verzetten. Is dat een van de typeringen van Karel, dat hij ook mensen bewondert die moed hadden, die gewoon echt heel moedig. Erg. Kijk, hij had zelf natuurlijk ook moed. Ja. Het was natuurlijk ergens een verlegen kamergeleerde. Maar hij heeft natuurlijk met die stukken, en zeker in dat intellectuele debat van de jaren 70, dat ging er heel fel aan toe. Ja. Dan is die hele woke-discussie van nu, is daar volgens mij niets mee vergeleken. Nee. Het viel mij op trouwens. Hij was niet bang. Nee, hij was niet bang. Maar ik heb al, kijk, ik toen in 78, toen was ik nog jong en onervaren en wij waren allemaal weg van Karel. En wij vonden de mensen die Karel niet goed vonden, vonden we maar idioot en debiel.
Maar dat was ook zo. Ja, was, we hadden gelijk, intuïtief zelfs meteen gelijk. Maar ik heb altijd onderschat een beetje dat hij ook in intellectueel Nederland in die tijd helemaal niet gewaardeerd werd. Ook niet door iedereen, nee. Dat, ik zeg het ergens, dat relatief geïsoleerd. Hij was, zeg maar, intellectueel relatief geïsoleerd. Maar hij had tegelijkertijd een behoorlijk publiek, omdat hij in de NRC kon publiceren en in het Hollands Maandblad, maar de NRC is natuurlijk veel groter. En dat was toen een hele moderne, verfrissende krant, die was net gefuseerd. Ja. Dus dat is de paradox bij Karel. Hij nam een onmodieuze positie in, maar tegelijkertijd had hij door zijn, gewoon door de kwaliteit van zijn stukken en zijn humor en zijn ironie, wel een groot bereik. En dat maakt hem ook tot een invloedrijk intellectueel. Ja. Elma, begrijp jij dat men toch daartegen was in die tijd? Ja, maar ik vraag me ook af of dat 100% klopt. Ik herinner me althans dat hij toch wel echt als een reactionaire rechtse, ik wil een onaardig woord gebruiken. Nou ja, fascistoïden waren. Reactionair was echt heel erg. En ik herinner me dat interview met Bibep heb ik toevallig nog herlezen. En die zit hem echt heel pinnig de les te lezen. Ja. Waarom zeur je nou zo? En waarom ook je en jij? Hè? En dan, echt, dan moet hij moet niet zo zeuren. Hij was toch terechts voor het klimaat toen. Ja. Ja. Dat is wat ik me herinner. Ja, dat herinner ik me ook. En nog steeds trouwens, ik weet nog wel dat ik zei, ik ga dat verzameld werk doen. Nou. Was dat nou wel, hè? Dat straalde negatief op jou af. Ja, dat was toch een klein beetje bedenkelijk. Ja. En dat is andere kring natuurlijk wel helemaal niet, maar ja. Hoe vind jij hem? Vind jij hem rechts of vind je hem links, Kitty? Ik denk in deze tijd dat hij niet zo rechts is. Nee. Maar ik denk, dat is, je moet natuurlijk die in de context van de tijd zien. En goed, ik vind het wel, als ik het lees, hoe er op hem wordt gereageerd en hoe hij, heel verstikkend. En dat is soms nog steeds zo, denk ik, in Nederland in sommige kringen, dat inderdaad, dat het echt not done is om bepaalde dingen te vinden. Maar ik vind als je leest hoe het destijds was, vooral in uw boek, dan het is best wel een verstikkende sfeer, denk ik. Ja. Meer dan nu eigenlijk. Ja, al wordt er nu gezegd dat die verstikkende sfeer heel erg is. Maar als ik het lees, dan denk ik eigenlijk, ik denk dat het in die tijd erger was. De boel is weer gepolariseerd. Ja. Het valt nu dus wel mee, ja. Ja. Willem, ik wil het even hebben over zijn misschien wel thema's of zijn manier van denken. En dan wil ik beginnen bij zijn jeugd in het communistische milieu. Karels vader was ook schrijver. Hij noemt zijn eigen vader wel eens een beroepsrevolutionair. Wat betekende dat voor deze opgroeiende jonge Karel? Nou ja, dat vond hij eigenlijk. Hij vond het aan de ene kant wel stoer natuurlijk. En er kwamen rare mensen over de vloer. Maar hij schrijft dan is hij nog maar in de 20 in de oorlog. Dan kijkt hij daarop terug en dan zegt hij, toen was ik ziek en toen kwam mijn vader bij me en die legde het marxisme uit voor kinderen van 8 of 9. Op de grond liggend. En vanaf dat moment droeg hij die last van ik hoor bij een sekte en de rest zijn de vijanden. En hij vond dat onverantwoordelijk dat je een kind daarmee belast. En ik denk dat hij dat gewoon totdat hij zo rond 1952... van zijn geloof afvalt, dat hij dat altijd met zich mee heeft gedragen. Het was altijd zij, de inner group, tegen die hele grote boze buitenwereld. Van die kapitalisten. Ja, maar niet eens. Ook de sociaaldemocraten, dat waren natuurlijk ook fascisten. Ja. En daar waren ze door omringd. In Betondorp was een soort sociaaldemocratisch bolwerk. Er waren geloof ik 10 communisten en de rest waren VARA en AVRO-leden, maar vooral VARA-leden en SDAP. En dat heeft hij, dat raakte hem als kind op een gevoelige plek.
Of daaronder geleden. Ja, er was vaak ruzie en een gedachtenstrijd in die beweging ook. Hè? Ook binnen de communistische beweging destijds. Ja, het was natuurlijk, nou ja, dat hoort bij een sekte. Dan hoor je opeens bij de uitgestotenen. En zijn vader die was een verdienstelijk goede vakkundige journalist. En die wordt dus op een gegeven moment, gewoon in de crisistijd, wordt hij ontslagen bij de Tribune, de partijkrant. En dan moet hij zijn geld gaan verdienen. En die man die kan niks, behalve schrijven. Ja. En dan gaat hij boeken schrijven. Porno, detectives, kinderboeken, van alles. Om maar 12 gulden bijstand aan te vullen. Ja. En dan krijgt hij gelukkig van Jan Romeijn, collega communist, de historicus Jan Romeijn, en een vriend van de familie. En die bezorgt hem dan weer een of ander baantje bij een onderzoeksproject van de gemeente Amsterdam. En dan hebben ze het weer wat ruimer. Maar het is echt armoedtroef natuurlijk. Niet zo arm als je zou denken als je Gerard leest. Maar elk dubbeltje werd omgedraaid. Ja, ik vind het ook wel mooi dat Karel in die tijd, hij is dan 12 jaar, ligt met een ontsteking aan zijn teen in bed. En die gaat dan Paustowski vertalen. Ja. Uit het Duits. Uit het Duits. Maar dat deed iedereen toen, dus dat maakte niet uit. Maar alleen al het idee. Hij was 14 of zo, dat hij dus een boek uit het Duits vertaalde en zijn vader marginale correcties hoefde aan te brengen. Dat zegt genoeg over zijn taalvaardigheid. Het staat nog op de UB. Ik heb het natuurlijk eruit gehaald. En hij zegt ook ergens anders van, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik nooit Duits heb gekund. Ja. Dus hij was zo vergroeid met die Duitse cultuur. En er kwamen vanaf 1933 ook de hele tijd Duitse vluchtelingen over de vloer. Ja. En Duits was ook de omgangstaal in de Comintern. Dus dat was gewoon... Dat was vanzelfsprekend. Was een tweede cultuur. Wat veroorzaakt nou uiteindelijk die geloofsafval bij hem? Ja, hij zegt zelf, het was niet opeens. Hè, nee. Dat je over de snelweg rijdt en denkt, nu geloof ik niet meer. Ik herkende dat wel, zoiets had ik toen ik een jaar of 15 of zo was. Oh, nee, het is allemaal onzin. Maar bij hem duurt het langer, van 48 tot 52, heb ik het beschreven. En het komt door twee dingen, de confrontatie met de werkelijkheid. Hij mag met Max Euwe, schaakmeester, mee naar het wereldkampioenschap in Moskou, is daar 2 maanden, geeft zijn ogen goed de kost en dan begint hij te twijfelen. En tegelijkertijd, want hij heeft voor die tijd nooit iets zinnigs gelezen over de Sovjet-Unie, begint hij aan zijn scriptie, zomer 48, als hij terug is uit Moskou. En hij krijgt een baantje bij het Rusland Instituut, dat is dan net opgericht. Dus hij gaat Russische kranten lezen en Russische boeken. Hij gaat Russische literatuurwetenschap lezen. En dan komt hij er gaandeweg achter dat het eigenlijk allemaal flauwekul is. En dan krijgt hij in 49, 50 een paar aanvaringen met de CPN. Er wordt een stuk van hem geredigeerd. Schrijft hij over bedelaars in Moskou. En dan heeft een van de redactieleden erbij geschreven, geen bedelaars. Ja, ja. En dat is een beslissend, dat is een aha-moment. Dan denkt hij, maar ik heb ze zelf gezien. En deze man die is gelovig en wil dus de werkelijkheid ontkennen dat er geen bedelaars zijn, terwijl ik ze zelf gezien heb. En iets ontkennen wat echt bestaat, dat is voor Karel, dat is eigenlijk de kern van zijn denken. Dat doe je niet. Het gaat om de feiten. Ik heb ze zelf gezien. En geloof waarin ik ze moet ontkennen, daar wil ik niks van mee maken hebben. En dan komt er als klap op de vuurpijl nog antisemitisme bij en dan is het... Dan is het voorbij. Ik dateer het op nieuwjaarsdag 1953. Ja. Dan hebben ze een discussie bij Jan Romeijn thuis. Presser is daar. En dan schrijft hij een hele lange, prachtige brief aan Presser. Ja. Waarin hij eigenlijk alles nog eens op een rijtje zet. En en dat het echt niet kan. En dat hij Presser ook kwalijk neemt dat hij geen afstand neemt van deze merkwaardige dwalingen. Ja, ik moet opeens denken aan jouw tijd de Sovjet-Unie. Had je toen profijt eigenlijk van die contacten nog die Karel had gelegd? Nee, niet echt. Maar ik wist wel waar ik moest aankloppen en waar niet. Kijk, ik leerde van hem dat je nooit bij een overheidsinstantie iets hoefde te vragen, omdat je toch nooit een antwoord kreeg. Dus dat bespaarde me heel wat tijd.
Maar verder waren de meeste mensen die jij kende al overleden of naar het buitenland geëmigreerd. Ja, ja. Ja, ik dacht misschien Zinder toch, omdat hij zo met die dissidenten in aanraking was geweest. Het waren in feite de neefjes en nichtjes van de dissidenten, ja, van hem. Want in het Russisch heb je het woord Tusovka, dat is een klein clubje. Ja. En eigenlijk waren die mensen die hij toen ontmoette, dat was een hele kleine groep mensen. Ik denk altijd dat het misschien 30 of 40 waren in dat land dat toen ruim 200 miljoen inwoners had. Ja. En in mijn tijd waren dat mensen die waren zo tegen de 60, begin 60. Dus dat waren de opvolgers van die. Want ze kenden elkaar, ze kenden die types van uit Karels tijd allemaal wel. Van, ja, naam. Of zo niet uit, ja, echt. Want dat zou mijn vervolgvraag zijn. Was hij in de Sovjet-Unie toch nog wel enigszins beroemd? Nee, want ik heb heel veel aan mijn Russische vrienden moeten uitleggen wie Karel van het Reven was en waarom hij zo bijzonder was. En ik heb ook nog wel eens geijverd voor vertaling in het Russisch, ja, van enkele van zijn belangrijkste boeken. Maar ik denk, dan zou je toch moeten beginnen met Siberisch dagboek en de twee potten, ja, pindakaas. Ja, en dan hou je die Russen een spiegel voor. En in dat spiegelbeeld willen ze helemaal niet zien, want het is natuurlijk allemaal prachtig in dat land. Nu was in de jaren 60 en 70 bewonderde linkse intellectuelen en kunstenaars dictaturen in de derde wereld. Hè. We hebben ze meegemaakt. Cuba, Noord-Vietnam, China, zo niet Karel. Hij verdedigde juist de waarden van de westerse cultuur en de democratie. Elma, herinner jij je nog hoe men tegen die standpunten aankeek? Of hoe Karel tegen die standpunt aankeek? Ja, nou ja, dat was natuurlijk toch het grote vergoelijken. Althans in de, wat je nu de grachtengordel zou noemen. Alles wat achter het ijzeren gordijn gebeurde. Ja. Nou, dat was eigenlijk niet eens zo heel gek. En dan moesten we, alsof het bij ons zo leuk was. En jullie beschreven net dat je ogen, de schellen van je ogen vielen toen je eenmaal in achter het ijzeren gordijn was. Nou, ik heb meegemaakt. Ik was in 1975 ben ik in Tsjechoslowakije geweest. Ik lulde mee. Dus ik zei inderdaad, ja, die mensen kijken wel allemaal heel, heel verdrietig en chagrijnig. En het ziet er allemaal heel grauw en naar uit. Maar ja, alsof het in dit kapitalistische Westen allemaal zo'n pretje is, weet je wel. Ja. Maar ik ging daar ook heel gezellig in mee. Pas veel later snapte ik dat dat een drogredenering is. Maar ook mede dankzij Karel trouwens. Ja. Maar dat was toch wel de, ja, dat was toch wel, zal ik maar zeggen, de sfeer. Heeft er ooit wel eens iemand gezegd, Karel, sorry, ik dacht zo, nu denk ik zo, je had gelijk, weet jij dat? Toen de muur viel, heeft Karel een lezing gehouden. En toen waren er veel linksen in de zaal, veel linkse journalisten ook, waarvan een deel zo sportief was om te zeggen dat ze zich eigenlijk vergist hadden. Maar het excuus was altijd, als je kritiek hebt op het Oostblok, speel je rechts in de kaart. Ja. En dat is natuurlijk super actueel, want nu mag je ook sommige, precies, dingen niet zeggen, omdat je, weet ik veel, wie je in de kaart speelt. Wilders. Ja, bijvoorbeeld. En, of mevrouw Van der Plas, of wie dan ook. Maar dat is iets waar ik Karel echt niet tegenkom. En je ziet dus dat sommige mensen dan zeggen, ja, je hebt gewoon gelijk gehad, ik heb me vergist. Maar er was ook iemand, Boebi Brugsma, toen heel beroemd. Hoofdredacteur van Haagse Post, lange tijd geweest. Die zei na afloop van die lezing, ja, eigenlijk ben ik nooit links geweest. Ja. Die bekeerde zich schielijk tot het winnende kamp. Terwijl hij had wel respect voor Boebi, want die heette Boebi, omdat hij een bijnaam in het concentratiekamp was. Dus ja, die man was echt niet fout in de oorlog. Maar er zijn wel mensen die nu zeggen dat Karel misschien wel gelijk had, maar toen was dat toch mondjesmaat. Hoe kijken we nu eigenlijk tegen de politieke, misschien moet ik dat aan jou vragen, Michel, hoe kijken we nu tegen de politieke standpunten van Karel aan? Als jij de politieke standpunten even voor de geest haalt, en dan nu? Nou ja, kijk, het is eigenlijk een heel normale kritische columnist. Kijk, en je ziet ook in deze tijden zie je een hele hoop mafkezen op de televisie en dingen beweren. En ik zeg altijd, hij is de man, ik ken geen fatsoenlijke mens dan hij. Dus hij probeert toch ook een beetje de draak te steken met al die gekkigheid. Ja. Dus ja, maar een goede columnist moet dat doen, lijkt mij. Maar ik vind hem toch wel van de categorie What Would Jesus Do? Er is zo'n categorie mensen, What Would Jesus Do, weet je wel? Ja, ja. En
ik heb toch wel vrij vaak dat ik denk, jeetje, was hij er nog maar, weet ja, je wel? En ja. Hoe zou hij hierover hebben gedacht? En wat, toen in de tijd dat IS opkwam, hè, die terreuraanslagen en zo, hij heeft echt heel goed geschreven over terroristen en over het vergoedelijken van terrorisme. Toen heb ik hem ook zeer dankbaar geciteerd. Maar nu inderdaad, met wat jij ook al noemde, die hele woke-beweging, daar had ik hem wel heel graag over willen horen. Hij is wel van die categorie wat mij betreft. Maar hij is niet rechts of links. Ik zie hem nog altijd als een conservatieve PvdA. En jij? Nou ja, dat links en rechts kwam net ook even langs. Het goede van Karel, dat ik hoop dat dat uit het boek naar voren komt, is dat hij eigenlijk niet links of rechts is, maar voortdurend hamert op hele gewone dingen als vrijheid van meningsuiting. Ja. Dat je een totalitair regime, dat je daar geen appeasement mee bedrijft. Als iemand zich de hele dag beledigd voelt, dan moet hij dat vooral doen, maar dan hoef je verder niks van aan te trekken, want iedereen kan de hele dag beledigd zijn. Dat soort hele elementaire, om het heel overdreven te zeggen, de funderingen van onze beschaving, dan namelijk het open, gedisciplineerde debat, dat is niet links of rechts, dat is van alle, hopelijk van alle tijden, maar in ieder geval. En daarom zijn zijn stukken ook nog leuk, omdat hij gebruikt iets uit de actualiteit van toen, maar als je het nu leest, snap je het, omdat het voortdurend teruggaat naar die basisdingen. En die kernwaarden, zeg maar, van onze samenleving. Van de democratie niet te vergeten. Hij heeft fantastisch geschreven over dat een democratie altijd gemodder en gezeur en gezeik is. En daar moet ik zo vaak ook aan denken. En een systeem waar het allemaal heel lekker rustig is en alle neuzen dezelfde kant op staan. Dat bestaat ook, en het begint ook met een D, maar in een democratie is het altijd, nooit krijgt iedereen gelijk. Ja. En dus nooit is iedereen tevreden. Nee, dat is een van zijn mooiste stukken. Precies. Stel je voor dat we eensgezind waren. Dat zeiden de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, de Volksgemeinschaft. Het gaat juist om die ruzie, het gaat om die polarisatie, het gaat om het debat. En wanneer mensen het allemaal eens zouden zijn, en dat is bijvoorbeeld, ik ben altijd heel benieuwd wat hij zou schrijven over de eensgezindheid die we moeten hebben in het aanschijn van de klimaatapocalypse of zo. Ja. He, dat dan politieke tegenstellingen of wie gaat de rekening betalen dan eigenlijk verdoezeld worden. Ja. En dat zou iets zijn waar hij wel waarschijnlijk doorheen zou prikken. Maar dat weten we niet. Ja, ik ben niet voor de verleiding bezweken om hem maar nu te transporteren. Maar Kitty, inspireert het jou wel, die mentaliteit? Ja, toch? Anders dwingen we je naartoe. Ja, zeker. Zoals ik al zei. Dus ja, die manier van denken en gewoon dus niet meegaan met de mode, dat is het allerbelangrijkste. En inderdaad, dat maakte hem rechts, maar was vooral niet links. En als we dan overwegend mensen op één manier denken en jij gaat niet mee in die mode, ik denk dat je een boeiend iemand maakt. Ja, zeker. Ja, is er een formule te bedenken, een systeem te bedenken, vraag ik aan jou, Willem. Want we naderen helaas alweer het einde, dat ik helemaal geen zin in heb. Ik wil gewoon nog doorgaan. Maar goed, is er een, als je gaat kijken naar zijn literatuurwetenschap, naar zijn kritiek op de literatuurwetenschap, naar zijn kritiek op Darwin, naar zijn kritiek op Freud, is er een formule, een methode van denken daaruit te abstraheren die hij eigenlijk altijd toepaste? Nou, het helpt enorm als je kijkt naar wat de meeste mensen vinden en proberen of het tegenovergestelde misschien ook waar zou kunnen zijn. En dat zie je bijvoorbeeld wanneer hij kijkt, iedereen gaat naar Cuba, Harry Bullish bijvoorbeeld. Maar wat gebeurt daar eigenlijk op Cuba? Dus dat is de tweede stap. Wat zijn dan eigenlijk de feiten? Dus kijk naar iets waar iedereen het over eens is, waar zogenaamd een consensus over is. En kijk of je het om kunt draaien en dan met zinvolle argumenten. Maar hij is natuurlijk onnavolgbaar, want hij maakt dan tegelijkertijd er nog een draai aan. En dat is het waar het genie in werking komt. Of de creatieve vonk de draai eraan geeft. En dat, maar
probeer zelf te denken, zou ik gaan zeggen. Ja, probeer zelf. Nou ja, ik zit ook te denken aan zijn, als hij het heeft in geschiedenis van de Russische literatuur, dan komt er op een gegeven moment, is hem ook wel gevraagd, dat staat ook in het boek van Willem, van ja, als je zo tegen die literatuurwetenschap bent, waarom schrijf je dan eigenlijk zo'n boek? En dan antwoordt hij, ja, dat zijn twee dingen. Dat doet de schrijver omdat hij het leuk vindt, in de hoop dat er lezers zijn die het leuk vinden om te lezen. Maar jij houdt je met de literatuur bezig in NRC. Is het nou iets waar jij dan ook, heeft het jouw manier van lezen beïnvloed? En de manier van overschrijven, over literatuur schrijven, heeft dat beïnvloed? Heeft Karel je daarin beïnvloed? Ja, nou, kijk, die bundel die net dus verscheen, ja. Die bloemlezing, begint met een stuk over Turgenev. Ja, ja, en daarin legt hij heel erg goed uit dat Turgenev heel ouderwets op een dag in het jaar, huppeldepup, ging die en die, daar en daar. Ja. En hij zegt, het is totaal, het is gedateerd. En toch weet hij in dat stuk die draai eraan te geven waarom het zo mooi is. Ja. Waarom het ontroert. Ja. En dat heb ik altijd. En dat je ook geen ingewikkelde taal moet gebruiken. Dat je het gewoon in feite recht toe recht aan moet zetten. En daarom houdt hij ook zo van Elschot. Dat je daarom die emotie, die hoeft niet zo ingewikkeld neergezet te worden. Nee. Ja. En dat is natuurlijk het knappe wat hij zelf over, wat ik al zeg met het stuk van Presser. Dat is een heel, een tranentrekkend stuk aan het eind. Ja. En je vraagt je steeds af, hoe komt dat toch? Ja, dat is door die manier waarop je het op een rijtje zet. Ja. En in feite doet Turgenev dat ook. Ja. En Elschot doet dat ook. Ja. En dat heeft me wel heel erg beïnvloed. Ja. Daarom lees ik ook zelden een hele mooie roman in het Nederlands. Maar het is ook zo dat hem wel verweten is dat hij niet emotioneel is. Ik bedoel, in de recensies heb ik dat wel eens gelezen. Nee. Dat Karel eigenlijk zo weinig emotie toont. En dat dat de reden is waarom hij niet in staat is tot het schrijven van romans. Dat zijn twee verschillende dingen. Die romans zijn leuk, maar niet goed. Ik citeer slecht, weliswaar, maar ik citeer een recensent. Ik vind hem af en toe, als je het goed leest, heeft hij natuurlijk ook zijn emoties. Zoals hij bijvoorbeeld over David Koker schrijft, dan maakt hij er geen heilstuk van. Maar dan citeert hij een zin van Pushkin over iemand die niet het wijnglas van het leven heeft kunnen leegdrinken. Ja. En ja, dan schieten mij wel de tranen in de ogen. Want je weet dat het over die David gaat, die daar in een trein in Duitsland is doodgevroren in 1945. En ik moet nog heel vaak denken aan dat hij beschrijft hoe er een Duitse vluchteling, meen ik, bij hen over de vloer kwam altijd. Ja. En dat hij dan wel eens denkt, straks ben ik dood. Hij loopt aan het eind van zijn leven. Straks ben ik dood. En deze man is ooit onthoofd. En nooit heeft iemand meer iets van me vernomen door de nazi's. En dan denkt hij, als ik straks dood ben, wie denkt er dan nog aan deze man? Ja, hopelijk denken wij er zelf. Ja, dat krijg je inderdaad. Ik bedoel, ook een deel van prachtig. Ik moet er helaas een eind aan maken wat ik helemaal niet leuk vind. Ik ben er al overheen, zie ik. Maar goed, dat doet er niet toe. Ik hoop dat u het prettig hebt gevonden, dames en heren. Ik wens u nog een hele fijne avond verder. Ik ga bedanken, Willem, ik ga jou bedanken. Elma, ik ga jou bedanken. Kitty en Michel, ik ga de techniek bedanken. Oscar Keizer en Misha Jonker en ik, de eindredactie zeker. Aan wie ik heel veel heb gehad. Rina Spicht, die altijd zo ongelooflijk goed voor me zorgt. Ik wens u alle een fijne avond en ik hoop u bij de volgende Theodors Bibliotheek terug te zien. Ik weet nog niet wanneer die is en ik weet ook niet waarover die gaat. We zijn afhankelijk wat dat betreft van de goden. Dames en heren, dank u wel.